Minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken heeft vanmiddag zijn portefeuille ter beschikking gesteld van de president. De bewindsman was samen met zijn vader Paul Somaharjo op het kabinet van de president. Na de ontmoeting met de president is het besluit ook medegedeeld aan de aanwezige media. Als reden voor het ontslag gaf Somaharjo aan dat de verstoorde werkrelatie tussen hem en de vicepresident, welke niet bevorderlijk was voor het land en het landsbestuur. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken komt uit de gelederen van Pechaya Luhur en niet anders, zegt PL-voorzitter Somaharjo. Daarmee nam hij alle speculaties weg van mogelijke opvolgers op Bisa. Er wordt morgen een spoedpartijbijeenkomst gehouden om de achterban te informeren.